Dit college wordt gegeven in het kader van de voorbereiding op de farmacotherapie eindtoets en gaat over benzodiazepines. Benzodiazepines hoort bij de geneesmiddelen die ervoor zorgt dat patiënten in het ziekenhuis terechtkomen. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek van een aantal jaar geleden. En dat komt omdat ze heel veel gebruikt worden. Slaap- en kalmeringsmiddelen worden ongeveer door 400.000 mensen in Nederland gebruikt. En dat betreft vooral ouderen. Ze worden gegeven omdat mensen slecht slapen. En het vervelende is dat het inderdaad wel werkt als slaapmiddel, maar als u het wat langer neemt, dan werken ze niet meer. Er treedt tolerantie op. Dus je moet ze eigenlijk niet langer dan 2 weken geven. Als je ze toch langer geeft, dan werkt het niet meer, maar kunnen mensen er slecht vanaf, omdat mensen onttrekkingsverschijnselen krijgen. Daarnaast wordt het gegeven bij angst, het wordt gegeven bij onthoudingsverschijnselen op alcohol en drugs. En vooral het alcohol-onttrekkingsdelier wordt behandeld met benzodiazepines, omdat alcohol zelf ook op de GABA-A-receptor werkt, net als benzodiazepines. Het wordt ook gebruikt bij de epileptische insulten. En daarvoor wordt met name diazepam rectaal toegepast. Of als het lukt intraveneus, dan moet je natuurlijk een infuus kunnen zetten. En het wordt gebruikt als premedicatie voor chirurgische ingrepen, dat mensen net iets minder angstig zijn. Belangrijke kinetische gegevens vindt u hier. De 3 benzodiazepines die u moet kennen ook. Diazepam heeft een zeer lange halfwaardetijd, oxazepam en temazepam minder. Diazepam is daarom geen goed slaapmiddel, omdat als je het wat langer geeft, er stapeling optreedt van diazepam. En daardoor hebben mensen overdag ook diazepam in hun bloed en raken ze overdag suf. En dat geeft ook wat spierverslapping, waardoor mensen gemakkelijker kunnen vallen. Maar ook oxazepam en temazepam geven, als je het als slaapmiddel zou gebruiken, 's avonds, werkt het wat langer. En met name bij ouderen levert dat de volgende ochtend een hangover op, waardoor mensen ook wiebelig worden en kunnen vallen en een heupfractuur kunnen krijgen. Oxazepam hoort eigenlijk niet als slaapmiddel 's avonds gegeven te worden. Dat is een anxiolyticum, wordt als angstreducerend geneesmiddel gegeven. Temazepam wordt wel als slaapmiddel gegeven, vooral omdat het vrij snel de werkzaamheid intreedt. Oxazepam duurt wat langer. Zoals ik al zei, die hangover, de benzodiazepines die nog in die patiënt aanwezig is, leidt tot valneiging en gebroken heupen. En u hebt hier een tabelletje uit het Harm Restling rapport, waarbij een aantal risicofactoren voor valincidenten op een rij gezet is. En psychofarmaca staan hoog, zoals u ziet. En ook polyfarmacie trouwens. En psychofarmaca gaat het vooral over de benzodiazepines. Valneiging treedt op omdat de mensen suf worden, maar ook omdat de geneesmiddelen aanleiding geven tot spierzwakte. Daarnaast kunnen benzodiazepines aanleiding geven tot geheugenverlies. Vooral de snel en krachtig werkende benzodiazepines, zoals midazolam, geven amnesie. Bij ouderen, maar ook bij kinderen, zie je soms paradoxe reacties, dat mensen er juist onrustiger van worden. Alle die middelen leveren op dat mensen minder alert zijn en daarom mag je eigenlijk niet autorijden als je onder invloed van een benzodiazepine bent. Als mensen het wat langer gebruiken, ontwikkelen ze tolerantie, dat wil zeggen dat ze steeds meer nodig hebben voor hetzelfde effect en dat het effect ook niet meer optreedt. Als ze ophouden, krijgen ze een rebound fenomeen. Mensen worden erg onrustig en kunnen helemaal niet meer slapen.
En dat leidt tot een psychische afhankelijkheid. Mensen komen helemaal niet meer van de benzodiazepine af. Er zijn een aantal geneesmiddelen die zorgen dat mensen nog suffer worden. En dat zijn middelen die zelf versuffend werken. Zoals bijvoorbeeld opiaten. Maar ook alcohol versterkt het versuffende mechanisme werking van benzodiazepines. En daar wordt de combinatie alcohol en een benzodiazepine afgeraden. Wat kan je doen om problemen door benzodiazepines te voorkomen? Vooral moet u ze niet te veel voorschrijven. En als u ze voorschrijft, dan maar kortdurende periode, intermitterend. En geen herhaalrecepten afgeven, omdat het vrij gemakkelijk leidt tot verslavings- en afhankelijkheidsproblematiek. Als mensen er vanaf willen, kan je ze het beste op een langwerkend middel overzetten, diazepam, en dan de dosis langzaam afbouwen. Dan hebt u kans dat mensen er vanaf komen, maar ze moeten er wel gemotiveerd voor zijn. Dit was het college Farmacotherapie over benzodiazepine.